Klootzak. Februari 1982. Ik zag voor het eerst het licht. De tweede en laatste uit het gezin. 5 augustus 1991. Mijn eerste vakantie in het buitenland. ...14-11-1997. Mijn eerste kus. Ik kan het nog in detail beschrijven. Wat was ik toch verlegen. Veel vrienden had ik niet. Zeg maar gerust, geen. 21-3-2004. Wat vond ik haar leuk. Wat een oprechte blik.
puur, mooi. Wat is het voor zieke grap? Je punt is duidelijk. Maar een dagboek wat begint op mijn geboortedatum? Wat is het voor spelletje? Waar ben je op uit? Bel me terug. Ben jij dit? Is het jouw idee? Waar heb je het over? Ik speel het spel niet mee. Dat boek, er staan dingen in die alleen jij en ik weten. En ik heb het niet geschreven, dus vertel. Een boek? 17-9-2009. Onze zoon is geboren. Hoewel ik altijd gedacht heb dat ik nooit meer van iets kan houden dan van Hanna, voelde ik nu een gevoel wat ik nooit eerder heb gekend. Normaal onderdruk ik mijn emoties, maar trots overheerst op dit moment. Heb jij dat geschreven? Nee, ik wil alleen maar dat alles weer wordt zoals het was. Voor ons, voor de kinderen. Ik weet niet waar jij mee bezig bent. Renier, ben je er nog? Thank you.
Wie wil, zoekt een mogelijkheid. Wie niet wil, zoekt een reden. Ik word liever gekwetst met de waarheid dan getroost met een leugen. Reinier de Leeuw. Hanna, alsjeblieft, luister naar me. Ik ben eruit. Ik heb een keuze gemaakt. Ik heb gekozen voor jou, voor ons, voor de kinderen. Het heeft al veel zo lang geduurd. Ik weet niet wat me bezielde. Ik wil je terug, alsjeblieft. Thank you.